Ik voel me zeer vereerd om hier te mogen spreken. Ik ben, of misschien moet ik beter zeggen, ik zij een echte Brabander. Een Brabantse boerenzoon. Daar ben ik geboren en getogen, het boerderij in Altena. Je denkt een hele conservatieve markt, maar op die boerderij, waar nu mijn zus de boerderij van mijn vader heeft overgenomen, werken 3 robots. Een melkrobot, een mestrobot en een voerrobot. En 1 op de 4 veehouderijen heeft tegenwoordig al een melkrobot. En deze melkrobot die wordt met de dag slimmer met de data die hij krijgt. Ik werk enerzijds op Tilburg en Jets. Ik mocht vanmorgen college geven op Marienburg. Bijzonder inspirerende omgeving. En anderzijds inderdaad bij Ortec, waar wij data science en logistieke optimalisatie wereldwijd toepassen. Een exportbedrijf van kennis. En ik probeer letterlijk die brug te maken tussen theorie en praktijk. En bovenal ben ik een grote supporter van Martinus Kobbenhagen, de naamgever van deze summit, de oprichter van onze universiteit, die ethiek en economie combineert. En ik denk dat dat punt heel belangrijk gaat zijn voor AI. AI en logistiek. Logistiek is een van de 9 topsectoren in Nederland. En ook alle andere sectoren hebben een component logistiek in zich. Nederland heeft maar 0,25% van de wereldbevolking, heeft al 4 keer zoveel, 1% van de wereldproductie, en heeft vervolgens weer bijna 4 keer zoveel, 3,7% van de wereldhandel. En die handel die kan alleen maar goed functioneren dankzij extreem goed functionerende logistiek. Nederland is daar heel goed in. Wat is de beste logistieke hotspot volgens de experts van Nederland? De regio Tilburg-Waalwijk. Hier. Wij hebben in Nederland trouwens volgens de werkgroep van de Europese Commissie de beste digitale infrastructuur. Na Rotterdam, Schiphol, is deze digitale infrastructuur de 3e mainpoort van Nederland. Die topsector logistiek die streeft ook naar een emissieloze, veilige en concurrerende logistiek in 2050. Een gedurfde, maar ook denk ik een belangrijke doel om met elkaar na te streven. En in logistiek kan nog heel veel verbeterd worden. De vrachtwagen rijdt gemiddeld half vol. 1 op de 4 vrachtwagens die u ziet is leeg. Leeg. Dus er valt nog echt heel veel te doen. En juist in die logistiek waar het gaat om verbinden, combineren, blockchain, IoT, drones, zijn enorme kansen mogelijk. En hoe kan dat? Hoe kan nou die AI plotseling zo goed en zo booming zijn? 3 redenen. Eerst is, er is enorm veel data beschikbaar. Die data die groeit explosief. Weten we allemaal. Een tweede is, de computer wordt elke 2 jaar 2 keer zo snel. De wet van Moore. De wet van Moore geldt nog steeds. Dankzij het Brabantse ASML. Elke 2 jaar 2 keer zo snel. Maar eigenlijk de belangrijkste reden is dat we dankzij wiskundige technieken veel beter in staat zijn om sneller en slimmer antwoorden te formuleren op bepaalde problemen. De wet van Moore, in 35 jaar zijn de computers 8000 keer zo snel geworden. Maar dankzij de wiskunde kan een probleem van 35 jaar geleden, een bepaald wiskundig probleem, nu niet 8000 keer, maar 80.000 keer zo snel uitgerekend worden. Op dezelfde computer als 35 jaar geleden.
Doe dat op de nieuwe computer, heb je 8000 keer 80.000. Dan zie je dat er een enorme ontwikkeling is in deze techniek die we kunnen toepassen. Eerst vooral op gestructureerde data en nu de hele wave naar ongestructureerde data. Een voorbeeldje waar we als Ortec actief in zijn, is dat je van gescande data in ziekenhuizen en de diagnose daarvan kan leren om zo bijvoorbeeld cardiologen te helpen in nieuwe diagnoses. Dan hoeft hij niet meer alleen zijn kennis te baseren op zijn eigen kennis en kunde, maar op de kennis en kunde van iedereen. En daardoor kun je met dat soort informatie de mensen slimmer maken dan wat ze nu zijn. Zoals in 1997 de mens de schaakcomputer Deep Blue al beter kon maken dan Kasparov. Zo kun je met menselijk handelen, met AI, het slimmer maken dan wat de mens zelf kan. AI, enorm in ontwikkeling. Het gaat ons allemaal, ons leven, rigoureus veranderen. Door het sneller te kunnen. En hier in Tilburg, collega Erik Posma met Deep Learning en anderen zijn daar actief mee bezig. Het AI-lab in Eindhoven, wat nu hard uitgebreid en gegroeid wordt. Waar ze wereldkampioen zijn in robotsvoetbal. Maar dat sneller maken, dat beter maken, stelt ook nieuwe vragen. Want willen we dat allemaal? Willen we dat die computer meer weet dan wat wij zelf kunnen? En daarom ben ik zo blij met JATS, waar we dat holistisch bekijken, dat geeft ethische vragen. Hoe zorgen we ervoor dat we de computer de dingen laten doen die we ook met elkaar prettig vinden? Wat sociaal-psychologisch wenselijk is. Wat juridisch gezien mag. Denk aan GDPR en allerlei andere dingen. We vinden het belangrijk hier in Brabant om dat holistisch te bekijken. Dat is het mooie van JATS, om Tilburg en Eindhoven samen te combineren. En ik heb daar zelf ook van moeten leren. Ik ben zelf projectleider van een NWO-project, wat ze noemen de Next Level in Logistics. Namelijk samenwerken in de logistiek. En ik dacht als beta-persoon links, kijk, dat moet je gewoon uitrekenen wat de beste combinatie, de beste oplossing is. En dan gaan bedrijven samenwerken. Wel nee, zegt de sociale psycholoog in mijn project, Ilja van Beest. Het gaat er ook om of dat je elkaar leuk vindt, elkaar aantrekkelijk vindt. Een publiek bedrijf met een privaat bedrijf, een groot bedrijf met een klein bedrijf, dat matcht niet, dat klikt niet. Dus je moet niet alleen maar denken aan de harde kant, maar ook aan de zachte kant. Maar ook aan de juridische kant, wat mag er wel en wat mag er niet. Dus vandaar dat we juridisch ook betrokken hebben. Dit doen we samen met 50 bedrijven, onder andere uit Brabant. 50 studenten om op die manier bedrijven te helpen bij hun next level in logistics. Door het werken van samenwerking. In de logistiek liggen er mega kansen om AI te gebruiken voor verdere toepassingen. En op die manier slagen vooruit te helpen. Niet alleen maar op deze manier, maar ook op hele andere manieren, praktische manieren. Dit is een plaatje uit een DHL-rapport die jaarlijks daarop ingaan. En die noemen 3 elementen waarop je als ondernemer in de logistiek stappen kan maken met AI. De eerste is uiteraard het verbeteren van je efficiëntie. Door beter te forecasten kun je goed kijken naar wat er op je afkomt en daar je capaciteit op afstemmen. Sterker nog, je kunt soms al weten hoe het verbruik gaat zijn bij de klant en dat je dus kan afwegen, ga ik iets brengen op het moment dat hij iets ordert? Of ga ik al weten wanneer hij ergens behoefte aan heeft en het dan al brengen? En die ruimte, en dat wordt gedaan onder andere bij benzinedistributie en andere, levert 10% besparing op. Een makkelijke, goede toepassing. Voorspellen van onderhoud, preventief onderhoud. Als je overal op het spoornetwerk sensoren hebt, weet je dus waar mogelijk verstoringen gaan ontstaan door wissels of wat dan ook, en kun je preventief onderhoud uitvoeren. Een tweede voorbeeld is dat je veel beter weet wat je klant wil.
en waar hij blij van wordt. En hoe dat je hem het beste kan helpen. Vanuit Ortec doen we vrij veel in de retail, onder andere in e-commerce, om retailers te helpen. Om de klant te laten bepalen wanneer die beleverd wil worden. Maar het anderzijds, de efficiëntie nog steeds is als voorheen. Hoe kun je dat doen? Door goed te forecasten, maar ook goed die klant te sturen naar een levermoment wat past in jouw efficiëntie. En op die manier kun je én efficiëntie verhogen en tegelijkertijd kosten verlagen. Dat is niet of-of, dat is en-en. En een derde, dat werd net al genoemd, nieuwe verdienmodellen. Wij zijn in Nederland en in de wereld bezig met een platformeconomie. En waarin er nieuwe bedrijven zijn. Net werd al genoemd over U-turn, maar je hebt ook Flexport, je hebt Amazon, je hebt Airbnb. En voor elk heb je ook logistieke varianten. Stockspots, Flexport noemde ik al, Uber Freight. Wat is jouw alternatief verdienmodel? Wat is jouw platform? En als jij het niet bent, wie is het dan wel? Wie wordt jouw disruptor in jouw economie? Als je DL Global Forwarding hoort, die zijn niet bang voor de Kuhne en Nagels of de Rhenus of de ander. Die zijn bang voor de start-ups, omdat ze die niet kennen. Denk na over wat jouw andere kan zijn. Naast deze drie voorbeelden wil ik vandaag een vierde toevoegen. De mens. De medewerker. De medewerker in de logistiek. Er is een enorme krapte in de arbeidsmarkt. Er gaat natuurlijk robotisering plaatsvinden, maar een heel groot gedeelte gebeurt gewoon nog met mensen. Vandaag en ook over 5 jaar. En hoe kun je die mens aan je binden? Men gaat ook van ouderwetse cyclische patronen in roosters maken naar nieuwe manieren, waarin je zo goed mogelijk rekening houdt met de wensen, met de eisen van je medewerker. Vooral vanwege de WAP, Wet op Arbeid in Balans. Vorig jaar ook over de arbeidskrapte, dit thema van de Kopenhagen Summit. Je moet er wat mee. En daar kun je met AI leren wat de medewerker fijn vindt, wat hij prettig vindt. Dat je daarop met slimme algoritmiek roosters maakt om zo een veel hogere medewerkertevredenheid te verkrijgen en een veel lagere ziekteverzuim, verloop en andere zaken. Dit is nu enorm in ontwikkeling. Het goed zorgen voor je medewerker in de logistiek. By the way, beschikbaarheid van medewerkers was ook een van de redenen waarom deze regio de logistieke hotspot van dit jaar was. Zorg voor je medewerker en AI kan daar enorm bij helpen. Moraal van dit verhaal. Eigenlijk 2 punten voor jou als ondernemer en voor mij. Denk goed na over wat data voor je kan betekenen. Je zit als bedrijf op een schat aan data, een schat aan informatie. Bent u gereed voor de transparantie daarin? En heb je ideeën hoe dat je die kan ontsluiten om daar meer mee te doen? Binnen je bedrijf, met anderen. Wie is de disruptor in je markt om daarmee wat te doen? En de tweede, start met een data scientist of wat dan ook. Om met minimum viable products, met proof of concepts, dingen op te starten. Daarom ben ik zo blij met de data science opleiding in Den Bosch, waar heel veel jonge talenten beschikbaar komen op de markt. En ik denk dat daar nog veel energie en tijd en geld naar dergelijke initiatieven toe moeten. Mooie gezamenlijke dingen om het onderzoek en het onderwijs op een hoger plan te brengen. Om AI in Europa en in Nederland groot te maken. Ik denk dat iedereen AI een fantastisch iets vindt. Maar dan toch liever geprogrammeerd door iemand uit Europa of iemand uit ons eigen Brabant, dan door de Chinezen of de Amerikanen. Ik dank jullie wel.